De stichting Wan Occasie heeft vandaag zijn 6-jarig bestaan gevierd. Deze viering vond plaats in de studentenzaal van het SPI. Wan Occasie is een stichting die de belangen behartigt van mensen met een beperking. De stichting is afhankelijk van donaties uit de gemeenschap en van het bedrijfsleven. Voorafgaand aan de viering was er een korte vergadering waarin de aanwezigen geïnformeerd zijn over de stand van zaken. De voorzitter van Wan Occasie is Anil Kunchbihari. Kunchbihari, die blind is, gaf een uiteenzetting van de vorderingen van de stichting. Een organisatie als die van ons, die afhankelijk is van de samenleving, het bedrijfsleven, vind ik dat je toch verplicht bent om de zoveel tijd aan te geven wat je allemaal gedaan hebt in de afgelopen periode en wat je hebt bereikt in de afgelopen periode. Om het geheel een beetje te volgen, heb ik het opgedeeld. We gaan even terug naar het ontstaan van Stichting Wan Occasie. Hoe ziet de structuur van Wan Occasie eruit? Wat hebben we allemaal gedaan? Wat hebben we bereikt? En wat zijn de zaken die nu in de pijplijn zijn om uitgevoerd te worden? Dat was de voorzitter van Stichting Wan Occasie, Anil Kunchbihari. Wan Occasie, die de belangen behartigt van mensen met een beperking, heeft vandaag zijn 6-jarig bestaan gevierd.